na een nachtje met mij kan zelfs Carlo zijn sterretje niet meer herstellen. Wat? Oei, dat vind ik echt vies. Ja, ja. Nieuwe academiejaar is vandaag begonnen in Gent. Dat betekent veel studeren, ook heel veel drinken en ook veel versieren. Vandaag heb ik een gast meegenomen naar de Overpoort in Gent. En dat is niemand minder dan Stacey van X on the Beach. Vandaag gaan we de jongens u laten versieren. Wij gaan die punten geven op 10 en eventueel ook tips voor als het toch nog beter kan. Heb je er zin in? Ja, zeker en vast. Okay. Gentse jongens, we are ready. Kijk, Stacey. Hij is voor mij lijkt een nieuwe frigo. Hij past goed in mijn interieur en kan ook rond met vlees in. Ja, ik hou van de jongen met humor. Dus dat is voor mij wel een 10 op 10. Een 10 op 10! Hey. Werkt dat echt bij u, pick-up lines? Ja, als het droge humor is, ik hou daarvan. Dat is goed. Dus met hem zou je naar huis gaan? Dat heb ik niet gezegd. Wat drijft u in het leven, Stacey? De rivier. Dat is super interessant. Davy, Stacey, sorry. Dat is al een fout beginnen. Wat doe je van werk? Schoonheidsspecialiste. Specialiste, ik kan het zien. Dank u. Ik geef het persoonlijk een 5 op 10. Ik vind niet dat je verder bent geraakt dan dat je in het begin bent. Als het fysiek is, kan ik verder gaan natuurlijk. Dus, Oei. Ja. Nee. Gewoon lichte aanraak. Dat mag, hè. Oh. Oh. En dan komt die vriend alles verpesten. Nee, nee. En dan hup, en dan zo, en dan pak je aan, en dan keer zo. En dan mensen dansen, en dan... Pakt een 7 op 10. Yes. Ja. Ik ben een burgeringenieur en ik ga veel geld verdienen. Misschien moet je met mij trouwen. Nee, die was echt slecht. Wat is dit? Ik moet aan, nee. Ziet er goed uit. Nee, niet goed. Nee. Oh, waarom? Ja, ik vind hem ook schattig. Je krijgt een 7 op 10 voor cuteness. Plus 1 voor zijn krulletjes, dus 8 op 10. Oh, ja. Misschien een beetje zelfzekerder worden. Zelfzekerder. Ja. Ja. Als jij een piraat waart, zou jij je papegaai op deze schouder zetten? Of op deze schouder? Nou, ik vond toch een 1 op 10, hè? Met die papegaai. Ja, ja. Oh nee, hij schiet op zijn rug. We gaan weggaan. We gaan hem gewoon. Nou, jij bent een 9 en ik ben de 1 die je nodig hebt. Oh. Die is best wel slecht. Na een nachtje met mij kan zelfs Carlo zijn sterretje niet meer herstellen. Wacht, hè. Die moet even bezinken. Wat? Oei, dat vind ik echt vies. Ja, ja. Kijk eens heel diep in mijn ogen. En hij voelt nog altijd niks. Nu krekelgeluiden. Kom, kom. I made you come with one finger. Imagine with two. Oh my god! Allee, oh. 2 is altijd beter dan 1, hè? Vingers, hè? Weet je nog wat Robin u beloofd heeft? Ik geef u 10 centimeter meer. Die was niet zo wauw, ze 6 op 10. Dat is een mooie dame. Doet jij dat altijd zo? Nee, ik probeer meestal de ijs te breken met humor. 8 op 10. Een 8 op 10? Hey, eerlijk, dat is toch goed, hè? Geef maar uw beste Oostenrijkse versiertruc bij Stacey. Schaust wie een wunderschöne Blumenhaus, die ihre fantastische Düfte weiterleitet und schlussendlich weiter wie ein Google Hub ausschaut. Niet verstaan? Iets mijn bloem, iets mijn bloem. Ja. Een wondermooie bloem. Een wondermooie bloem. Wat vond je daarvan? Dat heel mooi. Ja. Wat geeft je? 9,5. Dat is het enige, ik kende ik liever niet. Ja. Kijk, wat kunnen we concluderen uit deze avond? Dat veel Gentenaren in Overpoort nog heel veel versiertrucs nodig hebben. We gaan samen naar huis, we gaan het daarop bouwen. Meter. Bedankt en tot de volgende keer in Overpoort. Doei!